Oh, wat leuk! Een prijs! Die hebben gewonnen met mosselen maken. Gevulde mosselen uit Italië. Ga ik ze maken voor jullie? Kom maar binnen. Ik ben Roelie Sciari, ben 66 jaar. Ik woon in Medemblik. Ik ben bijna 40 jaar getrouwd geweest met de Italiaan. En mijn hobby is koken. Nou, hier is mijn keuken. En hier ga ik dus de mosselen voor jullie maken. Nou, ik ga voor mijn twee kleinkindertjes en mijn dochter koken. Die houden ontzettend van Italiaans eten. Ik heb de gevulde mosselen voor het eerst gegeten in 1963, dat ik voor het eerst meeging met mijn man in Italië. Ik heb mijn man leren kennen in Alkmaar. Ik werkte bij de HEMA en er was een lunchroom bij. En er kwamen veel Italianen na hun werktijd komen koffie drinken. Die anderen die maakten altijd een praatje of kwamen je storen of wat het maar. Hij liep gewoon rustig voorbij en zwaaide een keer. Hij had zijn huiswerk erg goed gedaan, want hij wist dus dat ik in de trein meeging. En toen heeft hij me 6 weken naar de trein gebracht. Ja, en langzamerhand leer je iemand beter kennen en dan wordt het een beetje liefde. Ik neem een plukje gehakt. Ik stop de mossel erin, knijp hem dicht en de mossel is gevuld met gehakt. Ik heb hier altijd in mijn vork en lepela, heb ik altijd een klosje garen liggen. Pak de mossel, pak het draadje vast, draai er een paar keer omheen, doe hem door de mossel heen. Dat was vroeger, was dat heel anders. Knoopte ik ieder mosseltje echt met een knoopje vast. Nou, je kan begrijpen natuurlijk dat ik daar uren mee bezig was. Dus ik heb uiteindelijk een ander systeem bedacht en dat is dit geworden. De mosseltjes van oma uit Italië. Lekker. Een zwevende mossel. Dat is een tovermossel. Kijk. Hey jongelui, wat geven jullie voor cijfer aan oma voor die mosselen? Nou, oma, het was heel lekker, dus we geven u een dikke 9. Nou, dat valt me mee. Het is toch goed? Ja, maar het is waar. Oké.